Na de gebeurtenis van 18 maart is Utrecht in shock. En wij van Jongeren 30 vinden het belangrijk om daarbij stil te staan. En niet alleen dat, maar ook om te laten zien dat wij als Utrechters samen sterk staan en positief blijven. En de lente is net begonnen en wat is er nou belangrijker om die te beginnen met een krachtige boodschap van de Jongeren van de 30? Blijf gewoon jezelf, leef niet in te veel angst, laat terrorisme niet overwinnen en blijf gewoon doen wat je wil doen. Blijf sterk en je hebt het niet in de hand. Je bent gewoon nu wie je bent en het heeft niks met jou te maken. Dus ga gewoon door met je leven en wees sterk. Ik vind het gewoon belachelijk dat je meerdere mensen pijn doet om niks eigenlijk. Het is natuurlijk schrikken en heel veel medeleven naar richting de slachtoffers en de nabestaanden. Maar we moeten denk ik toch wel gewoon weer verder kunnen en angst niet te laten overwinnen. En gewoon je dagelijkse ding te blijven doen. Zorg wel gewoon dat de veiligheid goed blijft. En wees sterk als stad. Steun elkaar.